zusje. Ja, lieve vrienden. Mijn mobiel, die maakt momenteel geen filmpjes meer. Ja, hij maakt ze kapot. Ja. Ik kreeg afgelopen nacht van mijn lieve dochter Karin van der Werf en Roderick hulp op afstand. En dus die is erachter gekomen. De videobestanden zijn corrupt gemaakt naar een update van de telefoon. Ja, ja, ook dat kan. Dus ja, nou moet ik dus ermee naar de profiler. Ben ik blij dat hij hier in de stad zit. Hoef ik dus niet voor te reizen, ja, op mijn scootmobiel. Maar ik ga eerst een bakje koffie doen nog. En ik moet toch ook nog boodschapjes doen, et cetera. Dus ja, ik moet de deur uit. Dus ik ga eerst nog een bakje koffie doen. Daarna ga ik het doen. Het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Dinsdag. Het is de hoeveelste, dat zullen we ook even bekijken. Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Eventjes geduld. Het is al erg genoeg dat ik het allemaal vergeet. Het is nu de 30ste. 30 januari. Morgen dus 31 januari. Alweer de laatste dag van de maand. En dan begint februari. Voor mij de maand des onheils. Ja. Maar we komen hem ook wel weer door. Ja. Het wordt een rotmaand. Dubbele dingen, weer as uitstrooien en ja, noem maar op. Dus ja, dat komen ze al weer te boven daar niet van, maar het is allemaal wel pijnlijk. Ja, je man een jaar weg, je schoonmoeder 3 maanden weg en daar dan tevens het as van uitstrooien. Dat niet leuk. Maar we gaan er alles aan doen om er doorheen te komen. Ik krijg steun, dus ja, komt goed. En we zullen er ook alles aan doen dat die telefoon het weer gaat doen. Ja. Want ik moet toch ook kunnen vloggen met die telefoon. Ja. En wat niet gaat, gaat niet. En de ProGo, dat kleine dingetje, die ligt in de lader, want ik wil jullie eigenlijk weer even meenemen. Maar de accu was bijna leeg. Ja, dan moet je hem eerst even input geven. Anders zegt hij ook van, bekijk het maar. Dus ja, komt allemaal goed. Mijn hondje ligt te slapen. De televisie staat aan, maar als ik straks wegga, dan krijgt hij wel weer zijn kap om. Want anders ben ik bang dat ik heel veel schade heb. Ja, niet aan mijn spullen, nee, aan zichzelf, want hij vreet zich dan zelf kaal. Ja, en dat moet niet. Dan krijgt hij weer rotspot en dat is niet leuk, nee. Ik kan kaal scheren, dat is zielig. Dus, lieve vrienden, ik ga er vandoor. Ik ga een bakje koffie maken nog even. En dan zien we wel hoe het reilt en zeilt. En jullie horen later vandaag van mij weer. Doei, doei.
vinden. Ik ben gelukkig weer thuis. Ja, en mijn hondje werd blij dat ik thuis kwam. En ja, ik heb weer wat lekkers op voor meegenomen. En ik had weer wat aanbiedingen. Zoals wat iedereen wel is, denk ik. Enkel niet iedereen mag het. Ja. Koetjesreepjes. Lekker. Twee zakjes. Want normaal zijn ze duur. Vind ik tenminste duur voor mijn portemonnee. Ze waren nou 50 cent. Dus ja. 2 voor 1 euro. Nou, cookies. Ik had jullie het een en ander wel laten zien. Maar op een gegeven moment ging de Proco. Ik ben altijd door de war. Eerst GoPro. Ging op een gegeven moment uit. En ik weet niet hoe lang die het in de winkel is blijven doen. Dus ja. Ik weet het niet. Maar zo. Nou, wat ook altijd lekker is. Appelkoeken. Ja. Lekker. En ik heb er dus een tas vol. En ook witlof. Want vrijdag wordt er witlof gegeten. Ja. En ik had wat. En oh ja, ik had ook nog eens drank in de aanbieding. Ik zal even zoeken, jongens. Witlof. Ja, deze fles. Die. Kan jullie hem lezen? Die was maar 1,75 en dat was zo'n 4 euro. Vind ik goedkoop. Ja, dus normaal heb ik dit merk, moet ik dat ook even goed doen. En daar heb ik rode en witte van, want ook dat was in de aanbieding. In de aanbieding. Ja, dus heb ik rood en wit van. En ja, ik heb weer eens het alles gekocht voor mijn hondje. En ik hoop dat hij het wil, want het is niet zo'n kouwer. Nee. Dat is dat ding. Zo ziet het eruit. Het zijn bonken die je vroeger bij de slager gratis kon krijgen. Tegenwoordig moet je ze daar ook betalen. En niet iedere slagers hebben die nog. Maar ik ga het straks beleven. Ik ga eerst aan de koffie. En oh ja, ik had nog ergens een bounty. Ik heb altijd een bounty erbij. Ik zat het zo in de kerk. Ja, ik heb een bounty. Ja, koffie en een bounty. Daarna ga ik verder met de boodschap opruimen. Tenminste, leg ik altijd eerst op het aanrecht. Laat ik het nu weer even zien. Want ook hier ga ik weinig input op. Maar eerst mijn GoPro Pro Go, hè, weet ik, van de kleine ding. Die ligt aan de lader. En daarna gaat deze aan de lader. Dus we wachten af. Tot straks. Ik ga eerst aan de koffie. Ja, en mijn telefoon. Die ben ik mee naar de Vodafone geweest. Dat hebben jullie denk ik wel gezien. Hij heeft hem opengehaald, die beste man. En die heeft een kaartje eruit gehaald, een simmetje, een dingetje, in ieder geval een klein dingetje. Die heb ik wel meegekregen, die zit in mijn portemonnee, die laat ik er voorlopig mooi even in zitten. Moest 2 à 3 dagen afwachten, kijken wat hij doet. En dan desnoods terugkomen. Nou ja, ik heb nou 1 filmpje opgenomen en die deed het, dus ja, laten we hopen dat deze het ook doet, hè. Ja! Dus... ja, ik heb eerst gevlogd dat ik thuis was, dus die zien jullie eerst. Daarna deze, dus ja. Hopen dat hij het goed blijft doen. Tot straks. Ja, ik zal jullie de boodschappen even laten zien. Ja, dan kan je zien wat ik zo'n beetje gekocht heb. Nou, die was dus in de aanbieding. Dat was in de aanbieding. De cookies hebben jullie al gezien. 2 zakken witlof. Witlof, dat slinkt natuurlijk heel erg. Dat weet iedereen. Voor de vogeltjes. Pindakaas voor buiten. In die plastic potten. Dat is ook in de aanbieding. Normaal zijn die ook duurder. Ja, ik weet wel goedkopere winkels. Maar dan moet ik verder weg. En dit is allemaal in het centrum.
Nou, deze vleeswaren heb ik altijd. Tenminste, bijna. Niet altijd hoor. Zo nu, ik heb zo nu en dan vleeswaren bij de andere supermarkten weg. Maar ik heb salami, ik heb twee keer de gehakt, want daar ben ik gek op. Die is oh zo heerlijk van dat merk. Ik heb boterhammenworst. Ik heb snijworst. Ik heb schouderham en nog een keer dus gehakt. Ik heb jonge goudse kaas. Jonge kaas en ik heb jong belegen. Lekker zacht. Aardappelpuree, want ik ga geen aardappels meer schillen en koken voor mezelf. En ook niet wanneer mijn pleegzusje mee eet. En ik heb voor vanavond, omdat ja, hebben we altijd al gedaan. Voorheen al dat mijn man nog leefde, dacht dat ik boodschappen deed. Maakten we ook makkelijk eten klaar. Het zei een kant-en-klare maaltijd of een pizza die je in de oven moet afbakken. Of een broodje met gebakken ei of wat dan ook. Dat deden we lekker makkelijk. Nou, dat doe ik dus nog. Ja hoor, ik ga niet moeilijk doen terwijl het makkelijk kan. En ik had toen wel aardappels. Maar omdat ze werden zo duur op een gegeven moment. En dat kon mij een bruine portemonneetje, of tenminste ik heb een zwarte. Niet meer trekken. Toen ben ik overgestapt op die aardappelpuree. Gewoon op waterbasis. Kun je midden water koken. Je kan het in de magnetron doen of in een pan. Nou ja, uiteraard doe je het in een pan. Hoe moet je het anders klaarmaken? Nou, ik heb die spekjes. En ik geloof dat jullie dat ook hebben gezien in de winkel zelf nog. Want ik heb dat voor de camera langs gehouden. Vleesje. Ja. Nou, en ik zal kijken of mijn hondje dit wil. Hé? Kijk eens, vrouwtje heeft wat voor jou. Hé? Vrouwtje heeft wat voor jou. Is het voor jou? Ja. Kom dan. Gaan we het zo meteen openknippen. Hé? Ja, deze is voor jou. Wat is dat, hé? Dus ja, lieve vrienden, ik ga dan weer afsluiten, want het is 6 uur geweest en ik wil dit gauw opruimen en mijn hondje dit proberen te geven. Straks mijn hondje eten geven, ik zelf eten geven, ja, nou ja, dat even klaarmaken. Stampotje eventjes in de magnetron en klaar, ja hoor. Dat, ja, ik ga verder aan deze kant en ik zou zeggen, tot straks. Is het zo lekker, man? Is het zo lekker? Lekker, hè? Je hebt het allemaal van vrouwtje gekregen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hey. Wat gaan we doen? Mag dat op de bank? Hé. Hey. Zo lekker dan. Lekker. Lekker. Ben ik blij dat er niemand op die bank zit? Oeh, moet jij ook even kijken, nieuwsgierari. Hé? Echt geweldig, hij vindt het heerlijk. Nou ja, dan weet ik dat, kan ik dit bonkje vaker meenemen, want zo duur is het niet. Nee, van de slager wil je het niet. Ik heb het wel eens gehad, maar ging met moeite. Ja, mergpijp ik voor de zoep. Oei, oei, oei. Haha. Oeh, heren. De kleine, deze kleine meid ging erop af. En dat mag niet. Geweldig. Oh wee, wie er aan zijn bonkies komt, dat mag niet. Ja, nou heeft hij er nog één op de bank liggen. Ja, en er mag ook niemand bij komen. Dus ja, hoe hij dat straks allemaal wil hebben, ik weet niet.
Maar in ieder geval, ik ga weer sluiten. Want ik moet mijn telefoon straks ook nog leeg zien te krijgen. Want anders wordt het te vol. Ik zeg het tot later. Ja, en eindelijk mijn eten op tafel. Bak koffie erbij. Een wit wijntje erbij. Mijn hondje die ligt nog lekker op de bank. Die is nog druk bezig met zijn bonk. Dus hij heeft ook nog geen eten gehad. Dat krijgt hij later wel. Ja. Want hij is nog steeds bezig en dan vindt het ook zo lekker. Eén stukje had hij al kaalhek weggegooid. En oh, er zat er net eentje naast me. Waar is die nou? Oh, die zit water te drinken. Kijk. Prachtig. Nou, dan ga ik lekker eten. Tenminste, ik zal eerst bidden. Ja, ik ben nou eenmaal een christen. Ik ben baptist en dat is het. Ja, ja. Ga eerst bidden en dan zal ik lekker mijn hapje op gaan eten. Vanavond na een goede tijd of slechte tijden heb ik nog weer even visite. Maar ook maar heel even, want hij moet werken. Hij moet de nachtdienst in. Ja, maar die komt me even helpen om de container bij de weg te krijgen. Want morgen wordt de container weer geleegd. Ja, en ik kan dat zelf niet, hè? Nee. Dus, maar dat komt goed, hè? Zeker. Dat, zo zeggen, iedereen. En ook iedereen. Oh, dat ligt lekker fel. Maar ja, doet er niet toe. We proberen het gewoon zo. Zo zeggen, iedereen. Een hele fijne avond. Voor later wel rusten. Slaap lekker. Mooie dromen. En God zegen. En vooral ook gezond weer. Doeg. Ja.